Charlotte, wij gaan terug een potje koken. Zalig. Voilà, ik ga een soepje maken. Een beetje gebaseerd op een ramen. Daarbij komt een cannelloni gevuld met scampi. Klinkt allemaal heel veel in het begin, maar je gaat zien, het is niet zo moeilijk. In ieder geval, jij hebt materiaal meegebracht, hoop ik. Ja, ja. De juiste potten en pannen. Wel, ga je bakken? Ga je stomen? Beide. Ik ga iets zwokken, maar ik moet ook iets stomen wel. Oké. Okay. Ja, dan heb ik het ideaal materiaal mee voor te stomen, waardoor dat je die smaak nog extra gaat proeven. En het gaat ook super snel gaan. We gaan maar een drietal minuutjes nodig hebben voor echt te stomen. Oeh, maar zo rap kan ik niet snijden. Hè. Ah, even een challenge. Oké, okay, we gaan beginnen met het begin. En dat zijn de scampi-spellen. Dat moet jij doen. Wil jij dat doen? Ja. Ja, tuurlijk. Oké, okay, darmkanaal is er al uit. Dat moet, hè, dat weet je. Ja. Dus als jij die rustig belt, dan ga ik al beginnen met onze groentjes te snijden voor in een bouillon. Ik heb voor mijn bouillon, ga ik gebruiken, een beetje van die edamame-boontjes. Die zijn al uitgestoken, kun je dat ook... Ja, eigenlijk kun je dat zo, als je sushi gaat halen, zit dat nog zo in zijn schil. En dan moet je zo tussen je tanden, rep, dat afritsen. Hè. En dan krijgen ze die erbtjes, een aperitief hapje ook. We gaan er een beetje... Aspergetjes. Kleine aspergetjes. En ik ga dat wat fijn snijden. In mijn hoofd klinkt het altijd als je zoiets wat schuin snijdt, dat dat wel Aziatisch is. Ja, dat is waar. I don't know, maar ik vind dat altijd. Nu, je mag daar alles voor gebruiken. Hè. Als je thuis nog wat koolrabi hebt, of rapen, of worteltjes. Ah, ja. En de bedoeling is eigenlijk, zeker zo de Aziatische soepen, dat je dat een beetje slurpt. Ah, ja. Dat je dat zo... Bij ons mag dat niet, maar hinder mag dat allemaal. Hè. En we gaan daar een cannellonietje in doen. Van courgette, zei je dat net. Van courgette. Dus in plaats van pasta gaan we gewoon wat courgettes in dunne schijfjes snijden met de mandoline. Of in banden, beter gezegd. En daar gaan we ons gehakt van de scampi's, want ik ga er een soort gehakt van maken, gaan we daarin rollen. Oké. Okay. Ik ga er ook wat lenteui bij snijden. Voilà, ondertussen zijn die scampi's gepeld. Oké, die mogen dan gemixt worden in een blender of in een cutter of in wat dat je hebt. Of je hebt zo... Ja, we gaan dat in onze cutter doen. Ja. Doe ik daar al iets bij, Jeroen? Een eitje of zo? Ja, daar gaat één eitje bij. Maar misschien moeten ze dan een keer snijden. Nee, gaat dat nee, gaan? Nee, dat gaat gaan. Dat is zeker? Hela. Ik ben benieuwd. Goed fijn, hè? Ja. Ik ga hier nog een eitje bij. Dat is belangrijk. Dat eitje dat gaat ervoor zorgen dat dat sappig is. Ja. Ik ga bij mijn groentjes dit doen. De paksuit. Ah ja, dat is lekker. Oh, ja, dat is lekker. Dat is echt typisch van de Aziatische keuken. Oké, okay, perfect. Ah, je hebt er hier nog een paar. Ja, ik heb ze er niet allemaal in gedaan. Nee, je mag hier er ook bij doen, want je moet zien dat het ook niet te liquid wordt. Hè, dat we er nog wat bolletjes van kunnen rollen. Dus de rest mag er ook bij. Mijn groentjes hier, die zijn bijna gesneden. Die ga ik in een kommetje apart doen. En de kruiding doen we nadien, Jeroen, apart? Ja, die ga ik u nadien even tonen wat ik erin doe. Ik vind dat jij ook eens een beetje mocht drinken. Ja? Allee, kom hier. Amai, dat is zwaar. Ja. Ik zou voor mijn grasmachine aan te doen. Oké, ik ben benieuwd hoe dat... Ideaal. Ideaal? Oké, fantastisch. Dus dat mag uitgeschraapt worden in een potje. Ja. En we gaan daar wat kruiden bij doen. We hebben de kruiding die in onze bouillon komt. Okay. En we hebben de kruiding die in onze cannellonis komt. In ons gehakt van scampi. Nu, voor de bouillon gebruik ik zo wat verse gember, wat citroengras. Omdat we enkel die in bouillon gaan gebruiken. Ja. Maar als je dat bijvoorbeeld gebruikt in je baten van scampi, krijg je daar zo van die stokjes in en van die harde dingen. Dat is niet zwaar om het eten. Nee, dat vind ik niet lekker. Dus daarvoor heb ik gekozen... Waar staat meer hier? Oh, dat vind ik zo goed. Zo van die kaffir leaves. Oh god, ja. Zo'n beetje... Superlekker. Ja, hè. Zo heel Aziatisch, heel fris. Heel beetje floraal zelfs. En dat gaan we mengen met onze scampi's. Alsjeblieft. Dat mag redelijk uitgesproken zijn, want het is toch redelijk veel dat je hebt. Dus dat mogen we goed roeren. We gaan daar al wat peper bij doen. Zo. En een klein beetje zout. Je zou kunnen zeggen, we gaan daarvoor sojasaus gebruiken, maar dat gaat te nat zijn dan. Oké, Dus ik ga een beetje gewoon zout gebruiken. Het sojasausje, dat gaan we straks nog wel gebruiken. Een beetje grof zout eigenlijk. Ja.
Dat ziet er al goed uit. Nu hebben we voor een cannelloni te maken, hebben we eigenlijk banden nodig. Hè? Ja. Klassiek gezien is dat een soort lasagneblad. Daar worden een soort sigarenpijpen van gerold. Dat noemt dat eigenlijk als de vertaling in het Italiaans. Nu, wij gaan dat doen van een courgette. Zo'n mandoline is gevaarlijk, hè? Weet je dat? We gaan dunne banden nodig hebben. Belangrijk. Ik ga jou dat laten doen, hè? Ja, hè? Ik heb wel korte vingers, dus ik kan wel een stukje af. Als er wat meer aan is. Ziet, zo'n mooie banden. Je moet in het begin even kijken wat dat de juiste dikte is. Want als die te dik zijn, dan ga je dat niet kunnen oprollen. Ah, ja. En ik gebruik dat ook alleen maar tot aan de zaadjes. Van het moment dat je de zaadjes ziet van je courgette, dan stopt het maar. En is dan daar een reden voor? Wel, dan draaien we hem om, omdat je natuurlijk die zaadjes... Dat maakt een gat in je cannelloni. Ah ja, oké, dat wilde natuurlijk. Met zo'n courgette heb je al redelijk veel, hè, dus... Voilà. Dan moeten die gevuld worden. Dus je pakt gewoon een lepeltje van je scampi-mix. Dan rollen we dat op. Dat je zo'n mooie rolletjes hebt. Ideaal. Zo, hè. En dat gaan we stomen. Zie je? Okay. Dan krijg je eigenlijk zo'n rolletje met die scampi. Oké. Okay. Ondertussen ga ik de kruiden al samenstellen voor in onze bouillon te doen. Ik ga ondertussen al het vergiet nemen waar we ze inleggen. Dan kan ik dat ineens... Gaan Moet je dat een klein beetje inolieën of niet? We gaan dat een klein beetje inolieën. Goed idee. Met een borsteltje. Ik heb daar een borsteltje gelegd. Ja. En uw bouillon gaat in een andere kom eronder staan? Ja, die gaan we hierin doen. Ja. Oké, die mogen we al aan mij geven dan. Alsjeblieft. Voilà. Mag ik de olie een keer van je? De olie. Wat gebruik ik voor die bouillon is citroengras. Dat vind ik superlekker. Het is niet lekker om dat te klein te snijden en in eten te doen, want dat wordt superhard. Zeker als je weet dat dan opwarmt. Dat is maar je eigenlijk mag dat niet opeten eetbaar. Eigenlijk wel. Ah, nee, het is niet eetbaar. Jawel, dat kunt dat wel eten, maar dat is niet aangenaam. Dat is superhard, dat is een stok. Dus gewoon in een bouillon om de smaak af te geven. Ik ga dat hierin doen al. Stevig stukje gember. Dat mag eigenlijk ook met de schil, want we gaan die stukken niet eten. Hè. Het is gewoon voor smaak af te geven, dus gewoon grof snijden. Een shallotje. Gember kun je ook perfect in een diepvries bewaren. Oh, dat is en dan, telkens als je die nodig hebt, dan pak je zo'n raspje en je raspt even wat dat je nodig hebt. Hè. In een theetje is dat wel lekker. En, Ja, absoluut. Voilà, wat shallotjes. Die mogen er ook bij. Onze sojasaus natuurlijk. Hup. Dan gaat onze bouillon ook wat mooi bruin worden. De chili. Oh, dat is lekker, ja. Ja, dat wat pikant is. Ik ga een stukje houden voor de afwerking op het einde. En dan ga ik er een paar stukken in doen in onze soep. Zoiets. En gewoon nog wat water erop. En een klein kippenbouillonblokje doe ik daar ook bij. Je zou nu zeggen kippenbouillon met scampi, maar ik gebruik bijna altijd kippenbouillon, omdat ik dat veel lekkerder vind. Het heeft veel meer smaak. En je dat proeft dat waarschijnlijk ook wel. Nee, dat is redelijk neutraal. Eigenlijk zijn wij zo'n beetje de nieuwe Mimi en Piet 2.0. Ziet, bouillonblokje erin. Ik weet niet wat dat een compliment is eigenlijk. Oh, voilà. We gaan dat op het vuur zetten. Nee, we gaan dat niet op het vuur zetten. Ja, maar dat moet goed warm zijn. Nee, hè? Ja, we gaan dat niet op het vuur zetten. Gaat dat genoeg gekookt hebben voor uw dondertjes? Ja, ja. Is dat zeker? Vertrouw me maar. Oké. Okay. Je gaat dat zien. We gaan dat direct gebruiken voor dat te stomen eigenlijk. Weet je waarom ook? Mm-hmm. Dat gaat nog eens een extra smaak geven aan onze rolletjes. Ja, ja, we gaan dat gebruiken voor de stoom, maar ik wil maar zeggen, hoe lang zou dat stomen? In totaal een stuk of 4-5 minuutjes maar. Dus we gaan 3 minuutjes instellen en dan duurt dat in totaal, terwijl dat opwarmt en zo, dan duurt dat in totaal 5-6 minuutjes. Oké. Okay. Is dat niet voldoende voor jou? Jawel, ik vertrouw je volledig. Ja, ja. Kijk, eigenlijk kun je dat ook doen zonder die courgette. Ah ja, oké. Okay. We zullen daar kennelijke bij leggen, dan kunnen we dat een keer zien. Maar natuurlijk is dat dan niet zo mooi. Dat geeft extra dimensie. Hè? Ja, hier kunnen we dat mooi dresseren. Dit mag op het vuur. Ik stel voor ook dat we dat volledig automatisch gaan doen. Dus gecontroleerd. We gaan dat doen met de kookplaat. Het is nogal moeilijk om de perfecte stoomtemperatuur te behouden op een kookvuur, een normaal kookvuur. Dan moeten we dat warmer zetten en kouder zetten. Hier gaan we dat gewoon met onze Navigenio doen. En die gaat alles zelf regelen. Met onze Navigenio? Ja, dat is onze mobiele kookplaat. Dat klinkt een beetje Star Wars. Ja. Dat is een beetje Star Wars eigenlijk. Oké. Okay. Dat is de toekomst van koken. Hè. Alles aanzetten. Je moet natuurlijk wel wat voorbereiding doen. We zetten dan alles klaar en dat doet dan al alles zelf. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dus je pot mag erop. Ja. Dat heeft natuurlijk elektriciteit nodig. Voilà. We zetten ons vergiet erop. Mm-hmm.
En daarvoor gaan we ook een speciaal stoomdeksel gebruiken. Het voordeel is dat kan op alle diameters potten. Hier gaan we een 24 gebruiken, dus hebben we deze niet nodig. Zet dat erop. Zie je dat dat klein dingetje beweegt? Ja. En dan gaan we dat instellen. Je hebt hier 6 niveaus en een niveau A. A wil eigenlijk zeggen dat hij het zelf gaat doen. Oké. We hebben onze audioterm nodig. Dus we moeten niks doen? Nee. We gaan het gewoon wel instellen, hoeveel minuten dat we willen. Dus eigenlijk maak je hier een stoompot, hè, of een stoomoven van. En we gaan hier 3 minuutjes instellen. Oké. Dus hè, die 3 minuutjes staan hier ingesteld. We zetten dat erop. Of eigenlijk, doe maar. Oké. Ja, 2 keer draaien en dan stoppen. Hier, we gaan stomen, dus aan het stoomvenster stoppen. 2. Nog eens? Ja, we gaan nog een keer. Ideaal. Hij flikkert hier blauw. Dus dat wil zeggen dat hij het hier volledig vanzelf gaat doen. Dan hebben wij nu tijd eigenlijk om onze groentjes heel even op te wokken. Voilà. Alsjeblieft. Ik veronderstel dat dat wel met een klein beetje olie gebeurt. Ja, die champignonnetjes, dat heeft toch wel een beetje vocht nodig. Dus dat mag gebruikt worden. Okay. Vuur mag aan dan. Dan gaan we een klein beetje olie bij doen. Je zou ook van die wokolie of zo kunnen gebruiken. Ja. Nu, belangrijk is dat we dat heel kort doen. Hè? Want zo'n soepje dat vraagt wel wat krokante groentjes. Dat moet niet te hard zijn. We hebben dan nog wat garnituurtjes om het af te werken. Hè? Ik heb hier zo van die prijsscheutjes. Ja. Dat vind ik heel oldschool. Ik weet het, toen mij zo denken, jaren 80, om op de toosjes van boven zo van die dingen te doen. Ja. Maar ik vind dat wel nog lekker. We hebben nog wat zwarte sesamzaadjes meegenomen. Ja. Die edamameboontjes en deze. En dat is waar, eigenlijk moet je daarvan genoeg voorzien. Hè? Want tijdens het koken begin je daarvan te pieken van die wasabi-nootjes. Superlekker. Ik ga dat ook een beetje fijn kutten waarschijnlijk. Dat wou ik u vragen. Ja. Oké, pannetje zal hier warm zijn. Groentjes er even in. Deze gaan we ook wat bijkruiden. Moet dat heel fijn of... Nee, het is goed. Mm. Oh, dat ruikt ook direct zo lekker, hè? Ja, dat ruikt gezond ook. Ja, gezond, ja. Biesdoof ga ik ook even snijden. Gewoon niet wat. Ga je erover doen? Of... Ja, dat gaan we pas op het einde doen, hè? Anders gaat hem helemaal bruin worden natuurlijk. Ik ga een beetje van onze pili-pili snipperen voor... Van boven ook wat af te werken, dat we wat mooie rode dingetjes erop hebben. Kan ik je nog een keer in roeren dat dat hier niet aanbakt, hè? Ja. Voilà, dat is goed. Als je dat nu thuis doet, hè, van een goede tip is, je maakt dat in je wok, gelijk dat je het gewoon doet. Ja. En dan zeeft je je bouillon daarover en je zet dat zo, paf, op tafel, je raviolietjes erbij. Kan perfect. En wat gaan we met dat sausje doen hieronder? Dat wordt eigenlijk... Gaan we dat mixen of niet? Nee, niet mixen. Dat geeft nu al zijn smaakstoffen af. Okay. En dan gaan we dat gewoon mooi over ons raviolieke doen met die groentje. Krijg je er echt honger van? Ja, hè? Ja. Een beetje chili erop. Kijk, je begint al te zien hier. Straks gaat dat hier bewegen. En dan zie je dat hij eigenlijk zijn temperatuur zo op die manier controleert. Oké. Dus Jeroen, zoals je kan zien, zit hij nu juist in de juiste temperatuur. Dus is hij aan het stomen. En gaat hij nu zijn tijd afdoen. Wel, dat is eigenlijk voor de temperatuur te regelen. Als het te warm wordt, hè, gaat hij beginnen Laat hem bewegen. Een beetje stomen. Voilà, laat hem een beetje stomen. Want we zijn aan het stomen. En als ik een... Kijk, je ruikt echt wel je bouillon. Lekker, hè? Die daaronder... ik vind het heel straf, want ik ben een beetje van mening dat een bouillon en zo natuurlijk, hoe langer dat erop staat, hoe meer smaken dat geeft. Ja. Terwijl jullie juist zeggen, snel. Dus ik ben benieuwd hoe goed dat hij doorproeft of smaakt. We doen dat eigenlijk snel, omdat de dagelijkse koken moet altijd een beetje rap. Dat is waar, we zijn bezig met de kinderen van school halen, dit, dat, of de kleinkinderen. En we kunnen dan op die manier alles aanzetten. Het gaat snel en iedereen kan rap aan tafel. Het voordeel met die mobiele kookplaat ook is, mocht je nu te laat komen of mocht je nog bezig zijn met iets, en ga wel je gerecht nog een uur warm houden. Oké. Okay. Ik ga ondertussen mijn groentjes al mooi in de kom doen, wat tof verdelen. Voilà. En daar gaan we ze dan zo mooi... Daar gaan we ze mooi opleggen. Opleggen. Ik ga met een bieslook er al over doen. It's time. Is het zover? Ik ga jou de eer laten om het deksel open te doen, hè. Ik ga een keer piepen, hè. Ruikt lekker. Ziet er goed uit. Ik ga weer een opofferen om te proeven.
Doe maar niet. Ja, ja hè. Ik ga dat... onze courgette is ook nog wat krokant, precies. Ja, dat hè? Mag wel, hè. Ja, absoluut. Ideaal. Ah, schoon. Perfect. Ik heb proeven, hè. Niet te warm? Dat moet ook. Je mag erop dresseren. Ja. Mag jij je dat ondertussen afhalen? Je saus. Kijk een keer aan. Lekker. Ruikt ziet lekker. Er goed uit, hè. Proef altijd. En de kok moet altijd proeven, hè. Rot. Ja. Ideaal. En heeft hij voldoende smaak? Ja, ook wel mooi pikant. Ideaal. Dus die raviolikjes of die cannellonikjes, die mogen erop. Goed, hè? En inderdaad wel supersnel, hè? Supersnel. Snel, gezond eten. Efficiënt. Oké, bouillon gaat erover. Dus ik neem enkel de bouillon, hè. Ik neem niet die... Ja, dat laat je er eigenlijk in. Ja, niet die gember. En ons cannellonieke, kijk, maar inderdaad, presenteert een beetje minder mooi. Ja, het presenteert minder mooi, maar eigenlijk is dat nog een optie. Dat is voor een keer te snoepen, voor een keer te proeven. Voilà, dat bouillonnetje zo. Onze edamame-boontjes. Ja. En je prijsgeutjes erop. De prijsgeutjes erop, dat geeft ook zo een beetje pikant. Bord, ja, plezant, hè. Ik ga er nog een citroentje op zeggen. Je mocht een klein beetje van onze zwarte sesamzaadjes. Zie, want ik vind dat wel lekker om in je soep ook zo een klein beetje citroen te doen. Ja. Ja. Geeft wat frisheid, zo. Ik ga afwerken met nog hier en daar zo'n citroentje. En dan de nootjes misschien ook. Ja, een beetje bouillon ook erover. Ziet super, hè. Ideaal, inderdaad, voor te sharen, voor aan tafel te zetten. Voilà. Het fijnste moment van de dag is aangekomen, Charlotte. Namelijk? Proeven. Proeven. Ik ga je bieden. Ik ga dat soep niet proberen. Ja. Beetje garnituur mee pakken, hè. Heel lekker, veel smaak. Als je nu niet graag scampi's eet, kun je daar perfect gehakt in doen of zo. Ja, ja. In ieder geval. Superlekker. Hoe je dit receptje maakt, kun je even vinden op de site njam.tv. En daar vind je alles van ingrediënten, want er zijn er redelijk veel in. Ja, ja. Maar het is zeker de moeite. Ik vind het heel lekker. Ik vind het geslaagd. Kom, we gaan dat hier allemaal opeten. Wat denk je?